Zo, we gaan Rocky Linux installeren. We zitten op dit moment aan Rocky Linux 8.5. En het is die we gaan installeren in VMware in deze video. Ik maak een andere video over de installatie van Rocky Linux in VirtualBox. Zodat je het verschil kunt zien. Uiteraard, eenmaal geïnstalleerd, komt het ongeveer op hetzelfde neer. Behalve de specifieke netwerking van de hypervisor natuurlijk. Goed. Virtual Machine. Create. Even kijken. Ik ga nooit langs de ISO-image van tevoren in de wizard. Ik voeg die altijd op het einde van de wizard toe. Omdat VMware altijd probeert om dingen te configureren die ik zelf wil configureren. Dus geen DVD voorlopig. Het gaat over een Linux en het is inderdaad een Red Hat Enterprise Linux 64-bit. Die kan je installeren. En ik noem die, Rocky. VDV. En ik ga die ook in overeenstemming met de Windows machines ook in de gvdw.lan netwerk zetten. De plaats moet ik even specifiek opgeven, omdat die niet op de default plaats komt. Maar ergens anders. Hier. Op data. Er. Dus die gaat hier komen. Open. Hij gaat zelf de subdirectory aanmaken. Voorlopig zit hij er nog niet bij, maar dat gaat wel komen. En dan gaan we next. De harde schijf gaan we standaard een 30-tal gigabyte geven. Staat niet aan, voilà. En ik ga bij deze machine in een single file steken. Zo, monolithic hard disk. En ik finish. Je hebt nog een waarschuwing over de tools en zo verder. Oké, en nu ga ik naar de edit. Ik had dat in de wizard ook kunnen doen. Dat doe ik niet graag. Voorlopig blijft hij op nat staan. Deze machine gaat uiteindelijk twee interfaces krijgen, maar ik ga er achteraf toevoegen. Ik ga nu gewoon één interface geven, standaard installatie. Hij gaat naar één processor, één core en 2 gigabyte. Ik ga hem op 2 cores zetten. En dan ga ik de rest laat ik staan. En dan ga ik naar de storage, op de cd tenminste, niet verwijzend naar de dvd-lezer, maar naar een ISO. Ik had hier al blijkbaar eens een keer zoiets gedaan, dus denk ik al klaar bij ISO Rocky 8.5 inderdaad. Open. En dat zal hem worden. En dan kan ik hem opstarten. Oké, eventjes klikken, de muis verdwijnt, het is een niet echt grafisch scherm. Met de pijltjes kan ik dan verder. Hij staat standaard op deze, test is media en install Rocky Linux 8. Je kunt ook zeggen, ik ga hem niet testen. Nu, deze ISO weet ik ondertussen dat hij in orde is, dus ik zou dit kunnen doen. Maar het is eigenlijk altijd aangewezen om de ISO-file te checken, DVD als je hem fysiek hebt. Voordat je begint te installeren. Het is een redelijk groot installatiemedium, 10 gigabyte. En als er een fout zit, en dat wordt eigenlijk pas goed gemerkt, als op het einde van de installatie ben je al je tijd kwijt. Dus dat testen is echt niet slecht. Die troubleshooting is natuurlijk voor speciale situaties, als je een corrupt systeem hebt. Maar ik ga dus uiteraard voor testen die media. En dat gaat hij dan eventjes doen. Dat duurt dan ook eventjes en dan is hij vertrokken voor de feitelijke installatie. Die is begonnen, voilà. Nee. Hij is nu aan het checken. Sorry, ik was iets te overmoedig. Maar je ziet dat het ook vlot gaat natuurlijk.
Het is typisch voor RHEL, Red Hat in het algemeen, en je ziet dat ook bij andere distributies ondertussen ook, de opstartmeldingen met die groene oké's ervoor, dat is altijd fijn. Die groene oké geeft dat al die acties goed verlopen zijn. Als er iets niet goed verloopt, dan staat daar iets anders, een rode not oké. Dus ja. Hè. Hij zegt hier ook dat er nog een backup shell is op TTY 2. TTY 2 is te bereiken via de toetscombinatie Ctrl F2 of Ctrl Alt F2 meestal. Ik ga het even doen. Ik zit nu in de machine. Ik ga hier dus kunnen kiezen, maar ik ga het even op mijn toetsenbord Ctrl Alt F2 doen. Kijk, dan krijg ik dit, dat is een karakterscherm, een consolescherm. Zo zit er in principe bij een werkende Linux achter de eerste 6, 7, 8 F-functietoetsen zit er zo'n console. Behalve is er dan eentje, het grafisch scherm. Vroeger was dat de 7, maar ik denk dat dit hier nu de 1 is, dat is ook al langer. Is altijd handig. Ook bij een werkend systeem van langs een achterpoortje naar binnen te kunnen. Dat zijn die virtuele terminals via de functietoetsen. En natuurlijk moet je wel niet vergeten van daaruit te loggen. Zoals ik hier nu zit, ik knal met een root in het systeem. Er is nogal geen systeem. Maar als je dat dus voor hebt in een werkend systeem, is dat een geweldig security probleem. Ja. De normalere wijze, maar ik denk, vermits dat hij zei dat het alleen op TTY 2 was, zitten er dus achter die andere functietoetsen ook consoles, maar we gaan dat even bekijken. Ctrl Alt F3, dat switcht die niet. Dan ga ik maar terug naar het grafisch scherm, Ctrl Alt F1. Dat was het startscherm. Dus moet ik op zoek naar een andere functietoets, Ctrl Alt F6, en dat is de grafische. Het is zelfs mogelijk, als je dit begint te configureren, van dus meerdere grafische consoles te maken, parallel. En dan kun je dus bijvoorbeeld op F6 en F7 grafische outputs hebben, twee verschillende. Maar dat heb je normaalwijs niet nodig, zeker niet met een server. Oké, we gaan verder met de installatie. Ik kies een gewone standaard Engels installatie. Ik ga dan hier een andere taal zetten. Je ziet wel dat het toetsenbord op US staat, dat moet nog veranderen. En dat is de volgende stap. Voilà. Dat was het inderdaad. Hier zit de algemene installatiegegevens in. Met onder andere het toetsenbord. En ik begin gewoon van vooraf aan. Toetsenbord. Ga ik het Belgisch toetsenbord zoeken. En ik geloof dat ik hier Dutch Flemish kies. Ja, dit is hem. En die Engelse heb ik eigenlijk niet nodig, dus die kegel ik eruit. Geen conflicten ermee. Voilà. En dan ga ik hier terug naar dan. De Language Support United States English, dat heb ik gekozen. Nu moet opletten, bij date and time ga ik meteen al iets zeggen. Dus ik ga natuurlijk zeggen dat ik waar ik echt zit. Voilà. De network time staat off. Ja. Dus hij probeert vanuit de hypervisor een time te kiezen. En die staat eigenlijk verkeerd, want het is eigenlijk een uur vroeger. Dus, nu, dat komt wel in orde, die tijd. Maar natuurlijk moet hij zijn tijd halen van het netwerk. Maar dat gaat niet. En hij zegt ook waarom ergens. Weet niet. Normaal zegt hij ergens waarom. Hij bewoog even. Maar, ik ga zeggen waarom hoe dat komt. Dat komt omdat een netwerkinterface uitstaat. En een netwerkinterface staat uit en dat is een veiligheidsmaatregel. En die is niet slecht. Hou er rekening mee dat je in de praktijk daar moet over denken van laat ik dat zo bij installatie of laat ik dat niet zo. Het nadeel van hem af te laten is dat je tijdens installatie geen netwerk hebt. En het voordeel van dat die afgesloten is, is dat je eventueel niet kunt voorhebben dat er via het netwerk ingebroken wordt op het systeem voordat die geïnstalleerd is. Dus tijdens de installatie dat er ingebroken wordt. Nu als je op een vertrouwd netwerk zit,
kun je wel ongeveer denken dat dat niet mogelijk is, dus dan zetten we dat aan. En we gaan hier ook meteen de fully qualified domain name geven aan die machine. En dat wordt dus Rocky. Voilà. Dat gaat een beetje traag. Trager dan mijn toetsenbord. Gvdv.lan. Apply. Dan die netwerk verder is DHCP. Hij zit in een VMware NAT netwerk. En daar heb ik deze range van voor gegeven, 10.20.8. Ik kan hier nog bij de configuration, kan ik nog verdere dingen gaan doen op internetniveau, op security in general. Dit hier allemaal, als je daar iets mee bent. Hè. IPv4 is dynamic, DHCP. En IPv6 is ook dynamic, automatic en... generation is de EW64, zie je dat? Zoals je hier ziet. De privacy extensions is disabled. En je kunt hier ook routes ingeven, maar ik ga dat dus niet doen. En je kunt dat ook uiteraard achteraf doen na de installatie. Dus de netwerkkaart is in orde, is geactiveerd, heeft ook een DHCP-lease gekregen. Je ziet ook dat hij ook IPv6 adressen heeft hier. Ik moet even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inderdaad. Een adres dat van VMware komt. DHCP van binnen VMware. Geen link local. Kan ik dat eigenlijk zeggen dat hij een link local moet hebben? Additional static adressen. Raar, want staat hier in mijn ogen niks bij over link local. Dat is echt voor een statisch IP-adres in te geven. Je kunt link local only en waarschijnlijk zal er wel bij automatic een link local ook bij komen. Dat zullen we zien na installatie. Goed, dan als we nu naar de time date gaan, dan kunnen we network time aanzetten en dan blijft die aan. Ja, en dan ziet hij ook dat het 9:55 is en niet 10:55 zoals hij daarnet zei. Dan hebben we de software. Installation source is local media. Dat is die ISO die we ingestoken hebben. En de software selection kun je van alles kiezen. Maar het is natuurlijk leuk als je dat allemaal als systeembeheerder op commandolijn installeert. Dus daar gaan we gewoon van afblijven. Je kunt hier van alles bij kiezen. Samba, PopImap. En SMTP, weet ik veel wat allemaal. Maar als we die nodig hebben, web ook zeker, hè? Webserver staat hier ook ergens normalerwijze bij. Ja, dus ik moet hier scrollen. Dus veel meer dan dat. Wat gaan we dus niet doen? Als we iets nodig hebben, gaan we het zelf installeren. Ja? Dus we kiezen gewoon server with GUI. En ja, ook nog, als je dus echt die genoom niet wilt zien, dan kun je hier, dacht ik, ook de GUI kiezen. Ik dacht dat je ook ergens kon kiezen, bijvoorbeeld ook voor de KDE te installeren. Bij een workstation kun je... workstation, maar we gaan een server installeren. Nee, ik zie het niet direct zitten voor KDE erbij te zetten. Het zou kunnen dat er bij RAL er niet in zit, dat weet ik niet meer. Ik doe dat ook nooit. Server with GUI. Dan, eigenlijk moest ik eraf blijven. Dan hebben we de installation destination. Installation destination, dat is daar waar het moet terechtkomen. Dat is mijn schijf van 30 gigabyte. Ja. Je kunt kiezen voor de harde schijf te encrypteren. Ik doe dat zeker in een dergelijk systeem als dit meestal niet. Want dan moet je goed bijhouden wat je paswoord en zo verder is, of je passphrase. Als je dat echt nodig hebt voor te beveiligen, dan is dat een handige feature. Ik ga die niet gebruiken. Als ik custom kies, dan ga ik mij op glad ijs begeven, want ik krijg hier een heel gedoe. Als ik custom kies, dan moet ik, eens even kijken hoor. Als ik op done kies, dan krijg ik dit hier. En dan gaat hij dus
gaat hij dus eigenlijk een wizard opstarten om de schijfconfiguratie zelf te maken. Ik zou graag met LVM kiezen. En ik kan wel een beetje automatisme hier toevoegen. Klik hier to create them automatically. En dan gaat hij dus een slicing aan voorstellen. Sorry. En eigenlijk is dat de normale beginsituatie. Alles in één partitie. Daar kun je over discussiëren of dat je dat wilt. En in belangrijke machines ga je dat inderdaad nuanceren. Maar hier laten we dit gewoon zo. Ik ga deze partitionering gebruiken. Hij heeft hoe dan ook een boot. In LVM heeft hij in ieder geval een stuk gewone partitie nodig voor een boot partitie. En dan heeft hij natuurlijk ook een swap partitie nodig. En dan het feitelijk systeem. Hier kun je dan nog kiezen wat er allemaal gebeurt qua mount points enzovoort, maar dat hebben we uiteraard hier niet nodig. Hij gaat formateren in XFS, waar we de keuze hebben tussen met bijvoorbeeld Extended 4 en VFAT, als je dat echt zou willen. Dat gaan we echt niet doen. Dit ziet er eigenlijk redelijk goed uit, maar je had ook. Dit is het lijstje dat hij nu gaat doen naar de harde schijf toe. Nu, het is een nieuwe harde schijf, dus interesseert mij dat eigenlijk niet. Maar als het een bestaande schijf is, moet je toch wel opletten dat bestaande partities eventueel gerespecteerd worden. Normalerwijze had je hier gewoon automatisch kunnen kiezen ook. En dan kun je eventueel eens even nakijken van wat ga je dan doen. Dus die custom is niet normaal, niet echt nodig. Dat is wanneer je echt specifieke dingen wilt doen. Als ik nu automatic gewoon laat staan, maar ik ga wel eens even kijken wat die van plan is. I would like to make additional space available. Dan zegt hij dus hier zo. Ah ja, dat is voor als ik nog extra ruimte wil hebben, dat is waar ook. Dus ik ga dat afvinken en ik ga hem op automatisch laten staan. En dan ga ik zien wat er van voortkomt. Ik zou dat kunnen kijken naar andere machines, maar ik ga het hem gewoon zelf laten kiezen. Ik heb de voorkeur dat hij een LVM maakt en ik hoop ook dat hij dat doet. Ik weet dat niet van buiten bij Automatic, want meestal kies ik Custom. Dus ik laat het zo even staan, willen we wel zien. Goed, dus gebeurt die K-dump en die security policy, die laten we staan. Security policy is on. Dus ik heb geen profile selected, maar het staat wel aan. Nu, we zullen zien als we met systeembeheer bezig zijn, dat soms wat voor onverwachte dingen zorgt. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Als je veilig wilt werken, dan moet je met alles rekening houden. En op de correcte manier werken. Dus ik vind persoonlijk zeker gewoon, dus dat gaat over SL Linux. Die SL Linux, dat die aanstaat, doet een systeembeheerder regelmatig goed nadenken en verplicht hem om te plannen. En dat alleen al vind ik een positief punt. Maar natuurlijk is SL Linux daar om de veiligheid te verhogen. Dus laat dat staan. Dan vraagt hij twee users de route, het paswoord voor de route. Dat ga ik dan ook ingeven. Alleen heb ik geen focus. Dank u. VMware, die muis buiten het scherm valt. Passwords do not match. En hij vindt het een strikt paswoord. Dat is helemaal niet zo. Zo. Hola, sorry. Dat was eventjes niet nodig. Dan ga ik een normale user creëren waar ik eigenlijk normaal mee ga werken. Die ga ik mijn eigen naam geven en account name. Meestal pak ik dan dit. Nu, ik doe daar meestal nog iets anders mee. Ten eerste moet hij ook administrator worden. Je kunt dat achteraf ook regelen, maar dan moet je dus via de route passeren uiteraard. Hè. En dat andere vinkje, daar zal ik maar niks over zeggen, zeker. Paswoord,
maar nu kies ik zelf altijd voor Advanced. Home Directory is oké, maar ik geef mezelf een speciale user ID altijd. Dat heeft zo zijn reden, heb ik nu nog altijd geen numlock. Zodanig dat ik eigenlijk op iedere machine in de mate van het mogelijke dezelfde ID heb. Het feit dat ik administrator ben, betekent dat ik lid word van de Wheel Group. Dus dat is in overeenstemming met dit vinkje hier. En het is ook klaar. En dan is het ondertussen hier blauw geworden, kan ik verder klikken en dat doe ik dan ook. Ja. En dan is hij een tijdje bezig. Dan ga ik even pauzeren met de opname. Nu, ik heb een nieuwe manier van opnemen gebruikt vandaag. Ik weet niet of ik het zo in orde ga krijgen. Pauzeren. Zo, de installatie is gedaan. En hij vraagt, dit stuk van de installatie is gedaan, het grootste stuk, komt nog een klein stukje na. En hij vraagt om het systeem te rebooten. En dat doen we dan maar. Dus dat is eventjes toch misschien onderbreken. Dus ik heb op een toets gedrukt in het scherm. Normaal hoef je dit niet te onderbreken. Wat je hier, maar ik wil het alleen maar even uitleggen. Wat je hier ziet is het bootmenu van Linux. En dat biedt dus de mogelijkheid om, om op verschillende manieren te booten. Je kunt daar een multi-boot systeem mee maken. Je kunt bijvoorbeeld een harde schijf hebben waar je zowel Linux als Windows op geïnstalleerd hebt in twee aparte partities. En dan kun je dus hier kiezen wat je wilt opstarten, Linux of Windows. Windows heeft ook een bootmenu, maar die zie je meestal niet. En je kunt het trouwens ook zetten dat hij dat niet doet. Waarom staat dit hier wel? Wel, je kunt eigenlijk kiezen om deze versie, de onderste, is een soort van rescue. Is een rescue situatie waarbij je dus een corrupt systeem kunt proberen op te vissen. Normaal starten we gewoon in de bovenste optie. Nu heb ik daar gaat hij ook automatisch in starten. Maar nu heb ik die automatische start onderbroken, dus nu moet ik nog op enter duwen om verder te gaan. Voilà. Tweede stap van de installatie vraagt hij eigenlijk nog om de licentie te accepteren. Focus hebben, ik accepteer en hier dan, voilà. En dan kan ik finish configuration doen. Je ziet dat hij ook in Belgisch toetsenbord staat, dus dat is in orde. En hij gaat normaal het loginscherm geven. Voilà. Hij geeft standaard dus de extra gebruiker die toegevoegd is. En het is een goede zaak om standaard niet als root te werken. Net zoals je bij Windows eigenlijk niet als administrator zou moeten werken. Die mag er vanaf. Dus ik klik op die naam en ik geef mijn paswoord in. Dan krijg ik natuurlijk de eerste keer dat ik in de desktop kom. En dan gaat hij daar ook nog een paar vragen stellen. Ik heb bij Rocky, ja, dus ik ga dat zo meteen uitleggen. Want eerst even dit hier, hè. Dus eerste keer in GNOME, blijft in English. Keyboard is Belgian. En privacy location services, daar mag je in kiezen. Ik heb daar geen behoefte aan. En daar heb ik zeker en vast geen behoefte aan. En dan, you're ready to go. Ja. Vraagt u nog iets over GNOME, over hoe dat het eruit moet zien? Dat laat ik helemaal zo. Dus hier staat, dit is eigenlijk de situatie.
dat je hier dat klein menuutje links hebt, dat zul je zo meteen wel kijken. Ik ga hierover. Voilà. En ik heb nu altijd de situatie, ik ben nog altijd niet gewend met Rocky Linux, dat ik dus op dit scherm zit te kijken en dat ik aan het denken ben dat hij nog altijd aan het inloggen is. Ik zit hier soms gewoon op te kijken. Dat duurt nogal lang, maar eigenlijk is hij al lang actief. Dat komt omdat die achtergrond heel sober is, hè. Zwart met het embleem Rocky Linux. Voor mezelf kies ik er dan ook voor om een andere achtergrond te kiezen. Dus rechts change background. Want anders, ja, ik zeg, het komt dan niet goed. Die wallpapers zijn allemaal ontersoberst, zoals je ziet, met een speciale typische kleur groen van Rocky. Bij de pictures, ja, nee, dat is waar, dan moet ik die pictures eerst natuurlijk downloaden, hierbij zetten. Ik ga dat la in een latere fase doen. Dus ik ga dat maar zo laten, hè, want kleuren, dat maakt ook niet veel uit aan die indruk van het scherm. Dat is waar ook, ik had nog geen pictures natuurlijk. Ik ga dat naar de volgende video toe in orde brengen. Daar kan ik die achtergrond instellen. Ik zit hier trouwens meteen bij de settings hier, die over allerlei dingen. Kun je instellen, region language is English United States, input source is Belgium. Je zou hier, het zou ook kunnen dat dat een conflict geeft bij sommige software, maar je zou hier bij de format, waarbij dat hij dus de Amerikaanse schrijfwijze met punten en komma's Imperial US letter, zou je hier op Belgisch kunnen proberen te zetten. Alleen weet ik niet. Kijken hoor. Belgium staat er niet bij, zoals je ziet. Ik zou dan eigenlijk niet weten hoe dat ik dat hier. Want dat komt omdat het niet past bij die Language United States. Kun je Denmark, wat doet die? Denmark heeft dezelfde schrijfwijze als bij ons. Hier, A4 metric, punten en komma's, gewone tijd. Ik veronderstel ook, ja, het staat hier 24 uur klok. Dus ik denk dat dat het dichtst bij ons komt. Zoals Frankrijk staat daar niet bij, zeker, hè? Sterk. Maar dat heeft een beetje te maken met de keuze van de taal. Dit lijstje beperkt is. Ik ga hem op Deens zetten voor formatting. Wie weet krijgen we straks Deense dingen, Deense meldingen. Dan zal ik het wel weer terug afzetten. Goed. Ik ga dat sluiten. En dus de desktop ziet er zo uit. Je hebt hier rechtsboven een menu om eruit te gaan. Je geluid aan en hoger lager te zetten. Netwerkaansluiting in orde te configureren, uit te zetten en zo verder. Bluetooth aan en uit te zetten. Mezelf daar bepaalde instellingen over te doen of gewoon uitloggen. Dat doe je hier. Uitloggen, niet afzetten, hè. Hier heb je eigenlijk alles van mij, hè. Dus dat is vrij beperkt, uiteraard. Hier kun je afzetten. Het scherm lokken. Met scherm lokken misschien toch eventjes zeggen bij RL. Is er iets eigenaardigs? Allee, Red Hat in het algemeen bij Fedora is het ook, geloof ik. Ik klik hierop. Ik druk op een toets. Gebeurt dus niks. Dat is een gordijn. Dus ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt en ik veeg het scherm naar boven. Ja, dat hoorde er nu eigenlijk niet bij. Ik zal het nog eens opnieuw doen. Ik ging naar daar en dat is om alle desktops te zien. Dus, sorry voor die blablabla. Dat was niet de bedoeling. Ik ga het nog eens laten zien en ik ga zien dat ik met mijn muis niet te hoog kom. En anders zet ik dat af. Dus ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt en ik veeg mijn gordijn omhoog. En ik krijg het inlogscherm. Geweldig toch, hè? Ik heb daar heel lang naar moeten zoeken met al mijn ervaring. Dat krijgen. Oké. Dus hier heb je ook nog instellingen voor het geluid en netwerking. Maar dat krijg je eigenlijk hetzelfde scherm hier. Waar dat je ook klikt, dat dit is één klikzone, zal ik maar zeggen. Dan heb je hier het enige menu is Activities. Je kunt ook rechtsklikken, maar dan naar
display settings gaan, misschien dat ik dat eerst even doe. Het staat op 1280 bij 768. En het sterke van moderne Linux, zoals op deze, RHEL 8.5, is dat daar dus al een soort van VMware tools op staan. En dus normalere wijze kan ik hier gewoon schalen zoals ik gewoon ben na installatie van VMware tools. Het zijn de OpenVM tools, de package daarvan die geïnstalleerd zijn en die daarvoor zorgen. Dus kan ik daar een klein beetje tunen naar mijn behoeften. Goed, dus ik hoef er eigenlijk niet over bij stil te staan, want eigenlijk zijn die VM tools geïnstalleerd. Als je VM tools wilt installeren, gaat die zeggen van eigenlijk is er al een versie geïnstalleerd. Dus gemakkelijk, hè. Activities, en dan heb je hier de hoofdapplicaties, een browser, een file explorer, software installeren, dat is misschien interessant. Let's go shopping. En dan, het is dus shopping voor niks, hè? Pas op. Hè. En dan kun je bijvoorbeeld bij games. Kan er geen? Nee, er zijn geen games. Okay. Bij audio en video kun je Brazero, Cheese en zo verder installeren. Ja, dus dat doe je via die boodschappentas. En dan heb je hier help. En dan hier gaat die, dat is de terminal, dat ga ik zo meteen openen. Hier heb je dan een ruimer aanbod aan applications die er staan. Je hebt dezelfde settings staan hier ook bij. Dat zijn die dat we daarnet open hadden. Min of meer toch. En zo verder. Maar ik ga nu even naar de terminal. Dat is het belangrijkste op dit moment. Zo, en hier heb ik dan mijn... mijn command line interface. Snaakjes, ik moet er nu aan denken. Daarnet bij de installatie even overlopen. Ik ga nu de virtuele consoles eens even aflopen. Welke dat er zijn. En ik doe dat dan met Ctrl-Alt en dan een functietoets. Vanuit de grafische werkt normaal niet Alt F1, maar wel Ctrl-Alt. F1, Ctrl-Alt F1. Krijg ik een leeg scherm, daar luistert niks op, alhoewel. Toch eens benieuwd. Dat is gewoon mijn eigen scherm. Ctrl-Alt-F1 is dus het grafisch scherm geworden. Bij de installatie was dat de 6F6. Ctrl-Alt-F2 doet niks. Ctrl-Alt-F3 geeft een consolescherm. Dat was daarnet TTY2. Als ik hierin log... Dan zit ik echt op commandolijn. Als ik nu kijk wie is er ingelogd, dus commando who, dan zegt hij Guido twee keer. En dat is op de TTY 2 en de TTY 3. Zeer eigenaardig, die 2. Want eigenlijk is het de 1. Dat is een beetje raar. Ik ga nu naar control. Ik ga dat even verder uitproberen. Ctrl-Alt-F2. En dan krijg ik mijn grafisch scherm inderdaad. Ctrl-Alt-F3. Ah nee, ik weet het al. Ik ben daarnet teruggesprongen op F1. Zal er niks luisteren. Dus Ctrl-Alt-F3 op TTY3 zit dit consolescherm. Wat zit er op Ctrl-Alt-F1? Toch nog eens proberen. Helemaal niks. En omdat dat na een time-out schiet je dan terug naar F2. F3 is actief. F4 is ook een wachtend consolescherm. F5, Ctrl-Alt-F5. Als ik nu Alt-F4 doe, doet hij niks. Ziet het alleen niet. Dus als je in console zit, dan kun je met de Alt-toets volstaan. Alt-F1 bijvoorbeeld, of Alt-F2. Zie je dan schakelen. Ik heb geen de control gedaan. Maar vanuit het grafisch scherm moet je de control-toets induwen. Vroeger toch altijd gedaan. Ik ga eens proberen Alt-F3. Zie je, dan krijg je iets anders. Het is Ctrl-Alt-F3 om te switchen. Dus daarom heb ik de gewoonte aangekweekt om altijd Ctrl-Alt in te drukken. Maar eigenlijk vanuit een consolescherm zoals dit kun je switchen. Met Alt plus functietoets. Ik kan nog even verder zoeken. F5 is er eentje. Dat zie ik dus natuurlijk niet. F6 is er ook eentje. 2 en Ctrl-Alt F7, is dat er eentje? Nee. F7 is er geen. Dus
F2 is is de grafische console en dan F3, F4, F5 en F6 zijn vier command-line consoles. En die zijn dus heel handig om snel configuraties te doen en ook in te grijpen, bijvoorbeeld als de grafische interface vastzit, want dat kan ook altijd gebeuren. Dus in deze situatie eigenlijk nog nooit meegemaakt, maar je kunt dat wel eventueel voor hebben dat je dan via de console kunt onderscheppen. Vroeger was het zelfs zo, fysieke Unix-machines, dat de console die aan de consolepoort van een computer hing, dat die een hogere prioriteit had dan andere terminals, waardoor dat die altijd kon ingrijpen om dingen te onderbreken. Maar goed, dat zullen we vergeten. Niet vergeten als je hier gewerkt hebt van uit te loggen, want dat is een login die open blijft. En dan gaan we terug naar het grafisch scherm. Voilà. Meer als installatie is er niet nodig, dus dat was het eigenlijk. Ik ga hier de opname stoppen.